Na een nacht van zware regen staat het water tot ver boven de knie. Mensen waden met hun motor door de straten. Hoge golven beuken tegen de kustlijn. Palmbomen knakken om door de harde rukwinden. Het trauma van de verwoestende orkaan Haiyan vorig jaar is nog niet verwerkt. Veel mensen nemen daarom geen risico en schuilen in opvangcentra. Op het eiland Samar is de schade het grootst. Daar kwam de orkaan aan land. Rijstvelden staan onder water, daken zijn weggeblazen. Al zeker 27 mensen zijn verdronken. En de hulp komt maar langzaam op gang. Kilos na bigas, saka ano, noodles, tapos kape, ganyan. Ano kaya lang pinipili, bagarito kami din eh, hindi kami binibigyan kasi hindi daw kami kasali dahil ang libondo namin ay yerro at saka siminto. Hagupit is intussen afgezwakt tot een tropische storm en bereikt nu de hoofdstad Manila, zegt Peter Geerts, die er woont. We zitten er nu voor het moment in het middenin. We hebben een 20 tot 100 kilometer per uur. We zijn goed voorbereid. We hebben 3 dagen tijd gehad. We hebben ons gewoon opgesloten voor 2-3 dagen nu, denk ik. In Manila zijn duizenden mensen geëvacueerd.